Hallo allemaal, hier ben ik weer. We gaan nu het zooltje van het slofje van Sean het schaap in elkaar zetten. En dat doen we als volgt. Sorry. We gaan even tellen. Je zet een markeerder in de midden achter. En dat is tevens je eerste steek waar je mee bent begonnen. Dat is dus 1, 2, 3. Ho, zit de pen erin. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. En in de 12e steek zet je je markeerder. Dan ga je vervolgens aan de andere kant tellen. Dan tel je niet die mee, maar dan begin je hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En in de 12e zet je de markeerder. Wat we nu gaan doen. We gaan bezig met de snuit. Ik heb inmiddels het bekje gemaakt. En het bekje gaan we hier tussen naaien. In principe houden we voor de snuit 27 steken over. Dus als je dit gaat tellen, voor je markeerder, dan hou je 27 steken over. Over die 27 steken, daar gaan we de snuit over maken. Maar we beginnen eerst met het in elkaar naaien. Ik zie jullie zo met naald en draad. Daar ben ik weer. Ik heb inmiddels een draadje gepakt, grijs. Ik zet een knoopje in de achterkant. En ik hecht hem eerst even aan. Ik haal hem een keer er even niet uit. Ik ga hem gewoon even een beetje aanhechten. Dan krijg je zo'n rommeltje. Zo. Aan de binnenkant van de zool. En haal hem door. Doe het zooltje dicht. En dan probeer je vanaf de binnenkant naar buiten. En je eerste steek te steken bij de markeerder. Die steek je door. En dan pak je tevens in dezelfde, de voorste lus, ook van je markeerder. Pak je hem op. En je haalt je markeerder eruit. Zo, dan heb je een keurig steekje. We gaan in principe steeds de achterste lussen pakken. En zo gaan we de zaak bij elkaar naaien. Dan pak je deze lus. Even kijken hoor. Die lus. En dan krijg je een keurig zooltje. Je pakt steeds de achterste lus. Een beetje voor de duidelijkheid. Dat je het goed kunnen zien. Ik pak constant de achterste lus op. Wel een goede hebben. Zo. En dan ga je helemaal omheen naaien. En intussen, als je hier bent, daar ben ik zo, dat zal ik jullie laten zien, naaien we het bekje gewoon ertussen. Ik ga eerst even door tot aan de markeerder en dan ben ik bij jullie terug. Nou ben ik aangekomen bij de markeerder. Die ga ik er nu uithalen. En ik ga gewoon de lus naaien. Nu kom je aan bij de volgende lus. Er zit je bijna, ik moet even kijken hoor, bijna. Nee, nog eentje gaan we doen. En dan kom je bij het bekje. Ik pak die lus nog even op. Oh, een haar. Zo. Ik heb er een kopspijltje in gezet, zodat die bij elkaar blijft. Die haal ik er dus nu uit. En wat ik nu ga doen, ik pak weer die achterste lus. Ga ik door het bekje in deze achterste lus. Dan ga ik vanaf de achterkant de volgende lus pakken.
Ga ik door het bekje doen. En dan kom ik in deze lus. Zo doe je het bekje ertussen. En je gaat er helemaal omheen. Denk erom, pak de achterste lus. Want die voorste lus, deze lusjes, moet je straks gebruiken om de snuit te maken. Maar die pikken we straks op. Dus steeds in het achterste lusje, door het bekje. En je haalt hem aan de achterkant weer op hetzelfde lusje terug. Dan zie ik jullie bij het einde, als jullie hier weer zijn aangekomen. En dan gaan we afhechten. Tot zo! Ik ben helemaal rondom geweest met de steekjes. Ik heb hem aan elkaar gezet. En nu ga ik hem gewoon afhechten. Dat ga ik een beetje blindelings doen. Ik vind het niet mooi als je dat ziet. Zo. En dan ga je gewoon tussendoor een beetje. En dan kom je ergens uit. En je gaat dan gewoon je draad afknippen. Zo. Als het goed is, heb je nu voor, even mijn pen opzoeken, voor de markeerders, voor de snuit, 27 steken staan. Dus voor de markeerders begin je te tellen. Als de hak één meer of minder heeft, is niet een probleem, maar de snuit moet echt 27 steken hebben. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik heb net geteld, dus het moet goed zijn. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan ben ik tel kwijt. Maar in ieder geval 27 steken voor je markeerder. Dan komt het goed met onze snuit. Wat we nu gaan doen. We gaan in de steek voor de markeerder. Pakken we de eerste lus op. En dan gaan we overal in elke lus van het zooltje, die 27 lusjes, gaan we een vaste zetten. Deze doe ik eerst met een losse en een vaste, want dat vind ik namelijk mooi afgewerkt. En dan pak je de volgende op. Ik zal even kijken hoor. Die. En ik haak gewoon het draadje, het staartje weer mee. Dat doe ik puur voor de afhechting. Dat is nummer 2. Dat is nummer 3. En zo ga je helemaal door. Tot je de steek voor de markeerder ook een vaste in hebt gezet. Als het dan goed is, kom je op 27 steekjes. Ik zie je zo hier in de steek voor de markeerder.